privégarage Tangen. En gezien de coronamaatregelen zijn wij slechts in beperkte mogelijkheden van hun fysieke uitleg te geven omtrent het voertuig. Daarom geven wij u vandaag bij deze alvast een algemene introductie over het gebruik en de functionaliteit van BMW. Nu, in eerste instantie leg ik misschien kort uit hoe de sleutel werkt. Dus u vindt hier de mogelijkheid de wagen te vergrendelen, ontgrendelen. Duwt u op het kofferknopje, gaat de koffer elektrisch open en u vindt hier de omgevingsverlichting van het voertuig terug. Niet voor elke wagen van toepassing, maar voor het merendeel komt de BMW's wel tegenwoordig. Blijft u op het sluitsymbool duwen, bent u in de mogelijkheden om uw spiegels in te klappen. Afhankelijk van het gegeven of uw wagen een spiegelpakket heeft, ja dan nee, zullen die elektrisch inklapbaar zijn. Nu, de wagen of dieselwagens bij BMW zijn tegenwoordig allemaal voorzien van AdBlue. AdBlue is een additief op uw brandstof die de emissie van uw voertuig verlaagt en wordt gevraagd om iedere 10.000 à 12.000 kilometer bij te vullen. Geen AdBlue meer in de wagen wil ook zeggen dat uw wagen niet meer start. We hebben hier ondertussen plaatsgenomen achter het sturen van de vijfreeks. Nu, ik ga kort een kleine toelichting geven wat er links mogelijk is. De centrale vergrendeling van het voertuig vindt u hier terug. De ruiten naar beneden doen en naar boven brengen. De spiegels handmatig inklappen en afstellen links, rechts. Heeft u een spiegelpakket en laat u de spiegelinstelling aan de linkerzijde staan, weet dan dat uw rechterspiegel indaalt als u de wagen in achteruitversnelling plaatst. Bent u daar geen voorstander van, laat u die gewoon rechts staan en gebeurt dat niet. Heeft u geen spiegelpakket, dan zal er weliswaar niets gebeuren en dient u de spiegels handmatig in te klappen. U vindt ook links onderaan steeds de mogelijkheid uw koffer te openen. Heeft u de mogelijkheid uw koffer elektrisch te sluiten, kan dat ook hier. Tweemaal trekken voor het openen van de motorkap en de lichten zijn volledig automatisch functioneel. U vindt hier het mislicht achteraan terug, bij sommige voertuigen ook vooraan van toepassing. Het parkeerlicht rechts, parkeerlicht licht, links. Wat wil zeggen dat men de wagen makkelijker terugvindt op een steenweg voor tegenliggend verkeer. U vindt hier de lichtintensiteit van de boordcomputer terug. En links een standaard hendeltje met twee knopjes, boordcomputer en high beam assist. Nu, boordcomputer, als u daar enkele malen op drukt, zal u zien of de gemiddelde snelheid van uw voertuig, gemiddeld verbruik, oliepeil bijvoorbeeld. Waarom zeg ik nu standaard hendeltje? Wel, er zit een bijkomend knopje op en die knop heet, zoals ik al eerder zei, high beam assist. High beam assist is niet altijd geen standaard optie op het voertuig en dient daarvoor softwarematig aangekocht te worden. Sommige voertuigen hebben dat af fabriek. Betreft de cruise control. Wenst u de cruise control te activeren, kan dat gewoon met één druk op deze knop. Excuseer. Klein slagje naar boven per 1 en 10 per uur. Duwt u op dezelfde knop, schakelt u weliswaar de cruise control uit of u duwt gewoon op het rempedaal. Met rest of resume herneemt u de laatste cruise control en speedlimiter of snelheidsbegrenzer. Met set neemt u namelijk de voorgestelde snelheid over die u geprojecteerd wordt op het boordcomputerscherm. Onderaan heeft u de mogelijkheid uw stuurwiel naar beneden te brengen, naar omhoog, naar u toe trekken en van u wegduwen en u kan op dezelfde manier het stuurwiel terug vergrendelen. Ik neem ondertussen kort even plaats achter het stuur en u vindt hier nog enige extra opbergruimte aan de linkerzijde. Onder de knie rechts kan u de zetel naar achteren en naar voren bewegen, naar beneden, naar boven. U kan weliswaar daar ook aan draaien om de hellingshoek aan te passen en de ruggensteun vindt u hier terug. Nu, niet alle wagens zijn voorzien van elektrische zetels. Bij sommige van deze voertuigen is dat handmatig aan te passen. Nu, om u rechts een toelichting te geven, mijn collega zal achteraan plaatsnemen en dan geef ik u een toelichting omtrent de functionaliteit van de wagen. We hebben plaatsgenomen in de wagen. Wat ziet men nu aan de rechterkant van het stuurwiel? Wel, in eerste instantie de ruitwissers. Klein stukje naar boven waarbij de ruitwissers automatisch functioneel zijn. Nu, we zitten hier in een Berlin-model, wat wil zeggen dat er achteraan geen ruitwissers zijn. Anders ziet u hier op de zijkant een bijkomende draaiknop die u de mogelijkheid biedt de ruitwissers achteraan te activeren. U kan hier altijd de intensiteit bijpassen en trekt u naar u toe, heeft u de ruitwisser vloeistof vooraan. Hier vindt u de mogelijkheid uw volume te verhogen of te verlagen, uw telefoon op te nemen of af te leggen en hier eventueel te scrollen in radiovoorkeur. De voice control,
Tegenwoordig is ieder voertuig voorzien van de voice control functie, wat de mogelijkheid biedt om een adresinvoer te dicteren of eventueel een commando te geven aan de wagen. De wagen is tegenwoordig altijd en steeds voorzien van een botswaarschuwing, wat wil zeggen dat hij de afstand analyseert tussen u en het voorliggend voertuig. Indien nood kan en zal hij daaropvolgend een automatisch remmanoeuvre uitvoeren. Weliswaar aan stadsnelheden, u ziet daar zowel bots- als personenwaarschuwing. Gemiddeld actief, wat wil zeggen niet te snel en niet te traag functioneel. U vindt hier 7 voorkeurstoetsen, waaronder een radiostation kan voorgeprogrammeerd worden, maar ook een gsm-nummer of navigatieadres. En wenst u graag verkeersmeldingen, via de radio kan dat hier gedesactiveerd of weliswaar geactiveerd worden. Voor de temperaturen, in dit geval duw ik op automatisch, wat wil zeggen dat die automatisch functioneel zal zijn voor zowel de linker- als de rechterzijde. Sync, waarmee u beide zijdes in één keer kan regelen. Vooruit ontwasming, achteruit verwarming en de max airco boost. U ziet hier dat de wagen onmiddellijk 16 graden zal blazen in het voertuig. De manuele binnenluchtcirculatie, eventueel in een tunnel. En de zetelverwarming vindt u zowel links als rechts terug. Gemiddeld, minimum en uit, net hetzelfde voor de bestuurderszijde. U kan hier zelf nog steeds de intensiteit en de richting van de blazers aanpassen, maar zowel links als rechts automatisch functioneel, wat wil zeggen dat die temperatuur automatisch zal aangepast worden. U vindt hier het draadloos laadpaneel van het voertuig terug. Afhankelijk van het desbetreffend voertuig zal het al dan niet mogelijk zijn, startende vanaf iPhone 8 of met de meer ontwikkelde Samsung-toestellen of Android-toestellen algemeen. 12 volt aansluiting vindt u hier terug en de Eco Comfort Sportknop. Weet dat uw wagen altijd en steeds in comfort start. Bij het starten van het voertuig met een automaat dient u steeds en altijd op het rempedaal te duwen met de startknop. De wagen start steeds en altijd in parking, wat wil zeggen dat u daar rijveilig bent. U dient daarvoor op het rempedaal te duwen en de knop op de zijkant om de wagen in achteruit. U ziet dan ook dat de achteruitrijcamera zich daar activeert of de parkeersensoren. Neemt u de knop terug vast en trekt u hem naar beneden, staat de wagen in drive. Parking wil zeggen dat u wederom de wagen in parkeermodus zet, maar staat u in reverse, in drive of in manueel sport en u schakelt de motor uit, gaat de wagen weliswaar automatisch naar de parkingmodus, wat u de mogelijkheid biedt om gewoon het voertuig te verlaten in parkeerveiligheid. U geeft hier de elektronische handrem. Trekken aan, duwen af. Draagt u de gordel. Zet u de wagen in versnelling, als ook voor een handbak van toepassing. En duwt u op het gaspedaal, dan komt de elektronische handrem automatisch los. Auto-hold vinden we nog hieronder. Wat wil zeggen, in het verleden met een automaat moest u steeds en altijd op het rempedaal blijven duwen aan de rode lichten. Nu is dat niet meer van toepassing, wat wil zeggen, komt de wagen tot stilstand aan een rood licht, op een berg of wat dan ook, dan zal die altijd en steeds de remmen blokkeren tot u terug op het gaspedaal duwt. Komen we ondertussen bij het boordcomputerscherm. Links, rechts, draaien en klikken om te bevestigen of om verder te gaan in het menu, samen met enkele voorkeurstoetsen die onmiddellijk begeleiden naar een welbepaald menu. Het gehele boordcomputer is ook touchscreen functioneel. En beginnen we hier bij media. Radio, heeft u daar de ontvangerzenders en biedt u dat de mogelijkheid om een radiopost voor te programmeren. Bijvoorbeeld M&M op 1. U heeft rechts ook de mogelijkheid een aparte zenderlijst op te slaan. Spotify is geïntegreerd als widget, wat wil zeggen dat u via de scanner of de QR-code scanner onmiddellijk toegang heeft tot een webpagina op uw gsm-toestel en dan wordt dat onmiddellijk in functie gesteld in het voertuig. Bluetooth audio, Spotify, muziek via uw gsm-toestel en screen mirroring is eerder Android functioneel. Weliswaar is de wagen tegenwoordig voorzien van Apple CarPlay en Android Auto voor de meer ontwikkelde systemen weliswaar. Wat u de mogelijkheid biedt, Waze, Spotify en maps te projecteren op het boordcomputerscherm. Binnen de communicatie, mobiele apparaten, bent u steeds en altijd in de mogelijkheid uw gsm-toestel te koppelen. U ziet ook in de andere BMW-filmpjes hoe u uw gsm-toestel kan koppelen en daar eventueel Apple of Android Auto aan kan linken. Navigatie.
zoekfunctie. Nu, in het verleden werkte alles bij BMW met land, gemeente, straat en huisnummer. Nu werkt alles via een vorm van points of interest. Wat wil zeggen, als ik nu bijvoorbeeld naar Vilvoorde wil navigeren, duw ik Vil. Doet hij een voorselectie. Kijk, Villa. Nee, Vilvoorde. Ik duw erop. Spatie. Noëlij. Noëlij. Hij geeft hier een voorselectie. U kan daar eventueel nog een huisnummer aan toevoegen met de 1@vraagtekenfunctie. Oké, krijgt voorselectie en dan biedt u dat op deze manier de mogelijkheid de routebegeleiding te starten. U ziet dat daar verschillende kleuren verschijnen, groen, geel, oranje en rood, afhankelijk van de file-intensiteit van het moment. Probeert u daarop volgend de betere alternatieve route aan te bieden. Rechts heeft u de mogelijkheid om uw routebegeleiding te beëindigen. In het verleden stond dat aan de linkerzijde bij BMW. Richting aanwijzing volgen. U kan hier de gesproken rijaanwijzingen uitschakelen en de kaartinstellingen eventueel in de rijrichting. En die zoomt automatisch in en uit wanneer u de snelweg dient te verlaten. Stoplichten vindt u terug op de kaart, net hetzelfde als satellietbeelden als u uitzoomt. En mijn bestemmingen vindt u gewoon uw laatste bestemmingen terug, zoals u hier ziet. Die kan u vervolgens ook als voorselectie programmeren. Car. Komen we bij enkele algemene instellingen van het voertuig. Onder autostatus kan u bij dieselvoertuigen altijd en steeds het AdBlue reservoir terugvinden. Net hetzelfde voor de bandenspanning. Instellingen. Algemene instellingen, waaronder tijd en datum. Autonoom voor België. De taal in het Nederlands. En de wagen geniet een persoonlijke assistent. Wat wil zeggen, als ik nu de wagen ga starten en ik zeg hallo BMW. Hallo, waarmee kan ik u helpen? Ik heb het koud. Geen probleem, ik verhoog de temperatuur en activeer de stoelverwarming. Zometeen wordt het warmer. Op die manier bent u de mogelijkheid om met de voice control uw temperatuur te verhogen. En u ziet hier ook dat de stoelverwarming zich ineens activeert aan de linkerzijde, omdat ik links het commando heb gegeven. Doet u dat rechts, krijgt u dat rechts. Eventueel valt er hier een snelheidswaarschuwing in te stellen en de gegevensbescherming staat alles aan, inclusief analyse. Wat wil zeggen, de wagen doet aan remote software upgrades en kan daarop volgend de meest recente informatie op uw voertuig inladen via de geïntegreerde simkaart. De buitenverlichting staat hier aan gedurende 30 seconden als u de wagen ontgrendelt. U kan dat daarop volgend vrijblijvend aan te passen naar wens. Bestuurdersassistentie. We hebben deze knop al overlopen. Is iets wat gelijkaardig functioneel. U kan ervoor zorgen dat bij het spiegelpakket de spiegels automatisch of elektrisch inklappen. Weliswaar voor de kleinere modellen bij BMW dient dat altijd en steeds te gebeuren door op het sluitsymbool te blijven duwen. Bij sommige wagens kan dat onmiddellijk bij het vergrendelen van de wagen. Uw dak sluit hierbij automatisch en u kan eventueel ervoor zorgen dat uw wagen een geluidssignaal geeft bij het ver- en ontgrendelen. Interieurverlichting weliswaar, vindt u hier de oranje kleur, zegt u van ja maar nee, ik wil dat dat blauw wordt. Wordt dat blauw, u kan daarbij de lichtintensiteit aanpassen. Dynamisch licht, wat wil dat nu zeggen? Als ik mijn deur laat openstaan en of die is niet goed vergrendeld, dan geeft die een rood licht om te zeggen, ah ik ben niet goed dicht. Knippert daarop volgend weliswaar om u wederom alert te maken. Dimt tijdens de nachtrit, u kan dat eventueel uitschakelen mocht u het graag helder gehouden in het voertuig. Bij het selecteren van de stoel of excuseer de deurfunctie kan u ervoor zorgen dat zowel alle portieren of enkel de bestuurdersportier opengaat bij het ontgrendelen en enkel de achterklep of zowel de achterklep als de portieren. Caring Car, twee programma's, Vitalize en Relax. Relax weliswaar. Gaat u de temperaturen aanpassen, eventueel de zetelverwarming activeren waarop u rustiger uit het voertuig zou moeten stappen dan u er bent ingekropen. Net hetzelfde voor Vitalize, iets sportiever of actiever weliswaar, dat u frisser uit uw voertuig komt dan dat u er in plaats heeft genomen. Weliswaar hebben we het Connected Drive profiel. Binnen de bestuurdersprofielen heeft u altijd en steeds de mogelijkheid om u in te loggen in het voertuig. Ik raad dat ook ten stelligste aan. Waarom? Logt u in het voertuig
heeft u altijd en steeds de meest optimale functionaliteiten van uw voertuig. De remote software upgrades zijn daar ook aan gerelateerd. En uw voorkeursinstellingen worden daarop volgend bewaard. Net hetzelfde voor andere BMW-voertuigen waarop u instapt en inlogt. Handleiding vindt u ook altijd en steeds digitaal terug. Eventueel met afbeeldingen, bedieningshulpen via video. En de schermpjes zijn personaliseerbaar. In totaal zijn er 10 schermen mogelijk. Blijft u daarop duwen en duwt u op het kruisje, kan u die voorprogrammatie maken. En trekt u naar beneden, heeft u enkele snelkeuzetoetsen die u de mogelijkheid bieden om onmiddellijk naar een bepaald menu te gaan. Waaronder moet de begeleiding beëindigen bijvoorbeeld. Om af te sluiten bevindt zich het alarm hier. Wat wil zeggen, als u de wagen vergrendelt, is uw alarm functioneel. Zowel binnen als buiten. Wat ging ik daarover nog zeggen? Zit er een hond achteraan op de achterbank en uw voertuig is vergrendeld, de hond begint te blaffen, kan de wagen de indruk hebben afgesleept te worden en dan gaat dat alarm steeds en permanent af. Weet u dat op voorhand en wil u dat vermijden, kan u bij het verlaten van het voertuig 2 keer op het sluitsymbool duwen van BMW, wat u de mogelijkheid biedt dat het alarm slechts 1 keer minder gevoelig afgesteld wordt. Ontgrendelt u en vergrendelt u de wagen, is uw alarm terug optimaal functioneel. We vinden hier dan ook nog de noodknop. Wat wil zeggen, duwt u hierop, verzendt die wagen binnen de 5 seconden een noodoproep naar de centrale van BMW. Dat is nu een geforceerde knop, dat heeft niets te maken met uw gsm-toestellen, dat is volledig gerelateerd aan de geïntegreerde simkaart. En heeft u een aanrijding met airbagontploffing, kan die knop daarop volgend automatisch activeren. Komt er een stem links binnen in uw voertuig met de vraag, kan ik u helpen? Dan stuurt u daarop volgend ook hulpdiensten toe, mocht dat nodig zijn. Zo. Ik hoop u hiermee alvast een introductie gegeven te hebben omtrent de functionaliteiten van de nieuwe 5. Heeft u vragen, kan u zich steeds melden tot BMW Garage Tarre of tot mezelf op het nummer 02 758 0025. En dan wens ik jullie alvast heel veel plezier met jullie nieuwe wagen.